Welkom bij de voorbeschouwing van de inhaalwedstrijd tussen KV Oostende en Borinage op deze herfstachtige zondagmiddag. Bij de vorige confrontatie werd er in een doldwaas slotkwartier alles beslist, dus de vraag is maar hoe het vandaag zal lopen. KVO treedt aan met een bijna type ploeg in de hoop om nog potten te kunnen breken in de strijd om de derde periodetitel. Wordt het een klinkende overwinning of blijft KVO in hetzelfde bedje ziek? We zien het samen in de volgende samenvatting. Veel plezier ermee. Thank you.
komt aan de zijde van Borinage, door nummer 27, Mojici. Oostende Borinage 0-2, dat betekent drie thuiswedstrijden tegen Waalse ploegen die achter Oostende stonden en nauwelijks twee puntjes op negen. En inderdaad, het wordt nu nog uitkijken, we moeten niet panikeren naar de onderkant van de rangschikking. De samenvatting denk ik is gemaakt door een van de meest ervaren spelers, begrijpelijk. Je zou bijna blij zijn dat hij nog die boos is, dat hij dan nog strijdlust is. Want we hebben zo de indruk dat er een meer dan een malaise is. Dat het het verschil tussen Borinage is een heel middelmatige, eigenlijk zwakke tweede klasser. Maar een ploeg. En Oostende bleek vandaag eigenlijk bijna met de schrik op het lijf om een bal te geven. En dan wordt het kick en rush. En dan moet je natuurlijk hoog spelen, moet je ook die spelers vooraan hebben. En als dan nog de tegenslag is dat het daags voor de wedstrijd de enige man met gestalte brilleur wegens blessure uitvalt, ja, dan moet je vragen van Jordi dat hij en fourier wordt en afwerker. En ja, dan heb je het gehad dan, en het zit ook niet mee. Maar eerlijk gezegd, de klad zit erin. En kladschriften kun je weggooien, maar de klad uit een ploeg halen, dat is werk voor al die mensen die daarvoor zijn aangeduid. En de mentaliteit is er, maar de resultaten en uiteindelijk, zoals op de beurs, het zijn de punten die tellen. En de rest, dat is niet meer wat ik nu doe, commentaar. En hopen dat bij Tubeke, of noem het ook Tubize, dat we daar ergens weer boven water komen. Maar inderdaad, het is voor het moment wat betreft de prestatie op het veld hier in het Albertpark springtijd.